1955 woonde er iemand in Hilvarenbeek die de trotse bezitter was van een filmcamera. In die tijd een kostbaar bezit. Hij maakte een film over Hilvarenbeek. Vooral de mensen die er woonden, op school zaten, werkten en zich ontspanden in de verenigingen hadden zijn aandacht. Een aaneenschakeling van gezichten, een bonte rij van mensen. Kinderen die nu volwassen zijn en volwassenen die er al jaren niet meer zijn. Een herinnering aan Beek in de 50er jaren. Het begint bij burgemeester Meeuwissen en het beeldje op de binnenplaats van het gemeentehuis. Hier in het oude bejaardenhuis in de Koeienstraat zien we de oudjes die er nu al lang niet meer zijn. Sommigen zullen toch weer een herinnering oproepen, zo van wie is dat toch ook alweer en is dat niet? Het zou te ver voeren om alle namen te noemen van de mensen die in deze film voorkomen, want het zijn er honderden. Laten we maar gewoon kijken en de herinneringen aan de mensen van toen over ons heen laten komen.
Ik denk dat dit de huishoudschool is. Of is het de keuken van het bejaardenhuis? Beseft u zich eigenlijk wel dat de meisjes die u hier ziet nu zo'n 45 à 50 jaar oud zijn? Elke morgen om 9:30 komen wij, Katinka tegen, blauwe ogen, blonde lok, helgeel truitje, korte rok, maar ze trippelt zwijgen naast haar maan, daarom zingen alle jongens haar verlangen na. Kleine kokette Katinka, kijk nou eens een keertje om, stiekem je over je schouder, je ma merkt het toch niet eens kom. Kleine kokette Katinka, ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog heel even een glimp van je wipneusje zien. Elke morgen, zon of regen, komen wij Katinka tegen. Hakjes tik-tak op de stoep, korte rok met nauwe koek, maar haar blik verraadt geen nee of ja, daarom zingen alle jongens haar verlangen na. Kleine kokette Katinka, kijk nou eens een keertje om, stiekempjes over je schouder, je ma merkt het toch niet eens kom. Kleine kokette Katinka, ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog heel even een glimp van je wit neusje zien. Kleine kokette Katinka, kijk nou eens een keertje om, stiekemtjes over je schouder, je ma merkt het toch niet eens kom. Kleine kokette Katinka, ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog heel even een glimp van je wipneusje zien. 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 Ten tijde van de ontginningen op het landgoed de Utrecht vestigden zich veel Nederlands hervormden in Hilvarenbeek. Ze hadden een eigen school. In de 80e jaren is deze weer verdwenen. Een wip van je glimneusje zien. Een glimp van je wipneusje zien. Een glimp van je wipneusje zien. Een glimp van je glimneusje zien. Een glimp van je wipneusje zien. Een glimp van je wipneusje zien. Glimp. Heeft iemand mijn wipneusje ook gezien? De filmer heeft veel aandacht besteed aan het bedrijfsleven. Hier is Piet Lagerwerf met zijn kippenboerderij. Thank you.
Bals en Kooijman is inmiddels uitgegroeid tot een groot bedrijf met heel wat filialen. Toen werkten er bijvoorbeeld Jan Nieuwkerk en Piet Bekkers had er zijn werk. Zo ook Jan Verhaak en Huub Kessel stond in het magazijn. Afijn, kijk zelf maar. Zien we het grootste aantal gezichten. Die jongens moeten nu toch al wel zo'n jaar of 40, 45 zijn. Er heerste een echte discipline. Wie herinnert zich niet de meesters van Hoof, Haans en Siegenhorn? Ja.
schrijnwielhandel Aerts was de volgende op het lijstje van de filmer. Toen al had hij een taxi. En wat voor een. Kleuters van Beek, onder de hoede van de Zusters van Liefde, ook wel spottend de Kringen van Barmhartigheid genoemd. Ik herinner me zoiets als zuster Frida en Anjezo, of klopt dat niet? Het is allemaal al zo lang geleden. Wie wipt daar? Is er dat niet eentje van de Spar? Ja, met weemoed denk je terug aan die tijd. Kregen er een degelijke katholieke opvoeding.
Ook toen bezochten de moeders het consultatiebureau. Daar zat Pita Welles en dokter Elbers en... Is dat niet Simone? Toen kraaide het. De bakker mag zeker niet ontbreken. Bakkerij Peters in de Doelenstraat stond model voor de bakkerijen in Beek. En wie herinnert er zich niet Luus en Leo Toten in hun fietsenzaak? Aan de ene kant kinderwagens en aan de andere kant fietsen. Al vanouds heeft de familie Schijvers zaken aan de Diessenseweg. Dit is het handelshuis Hilvaria. Thank you.
En hier achter de kassa staat Jan Schijvers. Zou deze kunstenmaker zijn? Dat kon natuurlijk niet missen. Jan Naaikes. Dames, let nu goed op, want nu gaat het erg snel. De volgende meisjes zijn sowieso te herkennen. Wil Otte, Tineke Schijvers, Petra en Sjan Versteen, Jo Nauwes, Marij Verraak, Els van Ham, Nelly Kools en veel meer. Zoek ze er zelf maar uit. Thank you.
bekende familie in Beek. De familie Jansen-Naikens in hun spaarwinkel. Kleine manneke daar op die weegschaal. Zou dat kleine Gusje zijn? Dit is weer een winkel van Schijvens. Dit keer is het Kees Schijvens met zijn woninginrichting. Spapens, ook zo'n begrip in Beek, met groenten en fruit uit eigen tuin. Hier zien we hem bezig in zijn eigen kwekerij. Je zou zweren dat het Ad is, maar het is Toon. Thank you.
de kolenboer Gerard Verhooy. En daar heb je Ad. En daar bij die molen staat Van Kleinenbreugel. En ook de visboer Jan Vissers ontbreekt niet in het rijtje van onze middenstand. Aan zijn kar staat mevrouw Van Sleeuwen. Deze boerderij en de Herlaarstraat waren toen zowat nieuwbouw. Dit zijn Sjaak en Marie. Marie was toen nog een stuk jonger. Centrum van Hilvarenbeek, met zijn oude toren nog in de steigers. De Vrijthof. Kijk, tante Koosje. Ze gaat naar de gezusters Ketel, Rome halen. Nagekeken door Jan Jansen. Hier in het stadion van Hilvarenbeek speelt de Zwarte Panter nog eenmaal bij Hilvaria. En herkent u hem nog, Janus Kluitmans? En dit is de Postduivenvereniging. De duiven zijn gelost. En Van Dal, Sjaak Brekel, Bart Ketel en Leen Panken
Kijken ze na. Daar in de verte hoor ik muziek. Is Harmonie Leonardis in één van die optochten zoals ze alleen vroeger gehouden werden. En het heeft iets te maken met het Beekse verenigingsleven. Maar wat? Herinnert u het zich nog? De guld. En zus van de Ven poetst de schoenen van de burgemeester. En dit is nog een gilde, met als snaar de oude Willem van de Ven.
Harmonie Concordia. Die harmonie is er nog. Frans van Ekelen was toen ook al bij de brandweer. Dat kopje daar, dat is van Raoul Naaikes. Hier hou ik op met namen noemen. U kent er veel meer dan ik. Als afscheid speelt Harmonie Leonardus nog een pittig stukje marsmuziek. Veel van de mensen die u gezien hebt, zijn er niet meer. Anderen staan nog volop in het leven. Het was een herinnering aan Beekse mensen, die genoten en nog genieten van het dagelijkse leven in Beek.
heb ik nog een aanzicht kort. Ik heb hem altijd goed bewoord. De slagerij van Hendrik Vriens. De Vrijtof noemden wij de Mert. De gulden was nog heel verwerkt. Ik vond de weg er ongeziens. Ons dorp, ik weet nog hoe het was. Bij Mr. Mel in de klas. Met jongens koor de nacht mee zingen. De bestoor was Karel de Beer. De kuiper en de grote heer. Allemaal echte, fikse dingen. En naast de melkfabriek zei ik geboren. In die straat doorheen en die gestaan. Ik was een kind, maar wie zal het zeker? Dat hier nooit meer weg zou gaan. Onze boodschappen kwamen van de Spar. De pop die reed nog mee een kar. Wout Faf kocht op de fiets het brood. Mijn schoenen wieren gelapte frik. Onze pa noemde ze de sik. Jantje Brouwers schrijde de dood. Gekost ook naar Vivo of VG. Bij Jacques Dote radio en tv. Bij Leo kocht een fles gas. Mee de bus van Verrok ging op stap. Hoe een melk kwam van Graatpap. Bij Piet Kop zat ik in de vijfde klas. En naast de melkfabriek zei ik geboren. In die straat doorheen ben ik gestroomd. Ik was een kind, maar wie zal zeker dat hier nooit meer weg zou gaan. Op de Mertenes met Beerstamp, met de Welpen elk jaar op kamp. Trien Sikdere winkel op de Vurtse pad. Naar het handelshuis Vergoor op een spoel. Bij Kees Scherven een toffel of een stoel. Naar Kems Haasje een pot op nodig had. In het winkeltje snoeppapier voor weinig centen. Ranoi mocht de schone prenten. Mijn hoge knipte chef de Bruin. Ja, Bozeman, sigaren, sigaretten. Bij Kay Wouters, friet en kroketten. En appeltjes schoepen uit een of andere tuin. En naast de melkfabriek zei ik geboren. In die straat doorheen ben ik gestaan. Ik was een kind, maar wie zal het zeker. Leg je mond meer weg zo gewoon. Op de Verkensmert zat ik op school. Dan even won de joviool. Engeltjes cinema in de platte beek. Voor Willem Fik gooiden we een cent op de grond. Jan de Loon duwden we door het dorp rond. Jan Stok mocht we Ger van Streek. Elkerlijk was toen nog het parochiehuis. In het kloster was onze opa thuis. Heilig hartbeeld, jachtlust, schone dingen. Dat dorp van toen, zoals ik het nog ken. Deze is al wat er bleef voor men. Een aanzicht en herinneringen. En naast het melkfabriek zei ik geboren. In die straat, doorheen ben ik gestroomd. Ik was een kind, maar wie zal zeker dat hier nooit meer weg zou gaan. Ik was een kind, maar wie zal zeker dat hier nooit meer weg zou gaan.